Dames en heren en meisjes, wat een fantastisch weer vandaag. Heerlijk. Oh, tering. Auw. Ah. Auw. Oké, nou, tot zover. De laatste stoel die je deed, die waren allemaal een stuk, maar er was nog één die goed was. Maar oh, hier heb ik laatst op gezeten, maar nu had ik toch wel echt zin meer in. Mensen, het is prachtig weer. En zoals jullie zien, in mijn nieuwe huis, ik heb een zwembad aangelegd. Kijntje. We gaan vandaag weer kijken bij mijn gloednieuwe mooie huis. En dat gaan we niet zomaar doen. Trouwens, er zit trouwens al heel lang een dingetje op mijn lens. Hallo mensen! In ieder geval, ik zak hier zojuist doorheen. Vandaag gaan we weer naar mijn nieuwe huis in Amsterdam. We gaan even naartoe rijden, want als het goed is al het vuil weg. En zijn ze al begonnen met nieuwe dingen plaatsen. Of het echt zo is, dat weet ik niet. Dat gaan we, zeg maar, nu achterkomen. Het heeft allemaal een beetje lang geduurd. En het kwam omdat er allemaal vergunningen nodig waren. Maar dat is allemaal gefixt. Dus dat is chill. En nu ga ik dus in dit prachtige weertje. Ja, jullie denken, Koen, waarom zit ik in de zon? Nou ja, ik ben natuurlijk heel erg wit. Dus als ik in de zon ga staan, of heel erg mag ik nog wit zeggen? Ik heb niet zoveel pigment. En daarom, als ik 1 seconde in de zon sta. Bijna verbrand. Nou goed, laten we maar gaan. Mensen, ben je niet geabonneerd? Doe het dan zeker. Voor meer dikke vette verhuisvlogs. En like deze video. Oké, mensen. We zijn er weer. Echt, ik ga altijd weg op zulke rare tijden. Ik snap er helemaal niks van. Oh. Kijk eens aan. Hartstikke idee. Mensen, het is helemaal leeg. Oh. Het echoot nu echt veel meer dan eerst. Ik moet zelfs een beetje fluisteren. Anders hoor je het echt keihard. Oh, kijk, ze hebben dit nu helemaal weggehaald hier. Dus dit is nu helemaal open onder de trap. Hey, ideaal, man. Ziek, man. Zoals je kunt zien, het is echt super licht binnen. Dat is met name waarom ik het hier zo nice vond. Want je hebt zoveel zonlicht, zeker ook in de avond. Even kijken, het is nu 7:10. En dan heb je heerlijk die avondzon. Wat natuurlijk fucking irritant is, tv gaat kijken of de rest wel nice. En dit wordt dus een benedenverdieping. Hier, waarschijnlijk waar hier ongeveer die oude muur stond. Komt een nieuwe muur, dus ja, of het heel nuttig is weggaat. Nou goed, u kent het wel. Dan komt hier mijn bureau en dan kan ik daaraan werken en dat is gewoon nice, dat is gewoon lekker, dat is gewoon chill. Dan komen hier kasten, hier een deur en dit wordt dan mijn slaapgedeelte, hier zo. Dan zou je denken, Koen, hoe ga je het dan doen? In godsnaam. Met de douche. Nou, ik had dus allemaal ideeën voor een douche, maar eigenlijk ga ik er toch weer iets anders doen dan verwacht. Nou, kijk, je kan het hier eigenlijk heel goed zien. Dit is de slaapkamer, dat is hier. En dan komt hier de douche en die gaat hier door, dus je hebt een soort van lange douche. Ja, en hier komt de wasbak. Dus als je zeg maar kijkt hier, dan wordt zeg maar dit stuk. Wordt de douche met de wasbak. Dus de wasbak komt zeg maar hier te staan, zo hier. En dan komt daarachter komt de douche. En dan sta ik hier zo lekker zo heerlijk te douchen, jongen. Ik kan ondertussen zo naar buiten kijken. Nou, dat is toch ideaal. Ze hebben het echt goed gedaan. Het is echt helemaal leeg en best wel. Ja, zeg maar, ik zal hier niet van de vloer eten op dit moment. Maar het is best wel schoon, dat is wel lekker. Zeg trouwens dat we hier op het idee kwamen. Die hadden aannemen kwam op het idee om hier die douche te maken. Dus ook hier op de muur getekend zo. Dat is wel iets ander idee dan hoe het geworden is dadelijk. Maar het lijkt er wel. Trouwens, mensen, even iets anders. Hey, ik bloed, man. En moet je zien. Ah. Nou, ik ben even hierheen gekomen, even een paar kleine vechtpartijtjes gehad. Nou, in ieder geval, deze trap, mensen. Hier zat dus eerst vloerbedekking op, maar dat heb ik weg laten halen. Want ja, vloerbedekking, wie wil dat nou? Helemaal niemand. Zwart of wit? Ik zelf neig naar zwart, al zie je wel alles als het vies is, zeg maar. What? En hier, ah ja, hier is het toch nog niet helemaal schoon. Ik durf dat te zeggen. Ach, mijn galm verdwijnt ook gelijk. Het is helemaal niet schoon. Hier ligt eigenlijk alles nog. Zo, ze zijn voor mij vrijdag, zaterdag en maandag. Of een gedeelte van maandag. Of een gedeelte van zaterdag trouwens. En vrijdag ook een gedeelte. Voor mij 3 keer een gedeelte eigenlijk. Zijn ze dus bezig geweest met alleen de benedenverdieping leeghalen. Zoveel puin lag er. En hier hebben ze nu deze constructie gemaakt. Moet je zien hoe ziek dat is. Zeg maar, bij heel veel huizen in Amsterdam heb je zeg maar een soort van katrol. Boven in een huis. Even een klein fotootje erin plakken. Kan je een soort touw aan vastmaken. Kan je dingen naar beneden takelen. En bij mijn huis niet. Dus ze hebben ze nu zelf wat gemaakt. Hey, vet man. Wat een zieke constructie. Ik ga hem niet aankomen. Ook met touw. Ja. Oh, daar. Oeh. Daar is even iets kapot gegaan. Daar is even het glas gevallen. Dat is helemaal niet mooi. Nee, het is hier echt nog net even groot in zoals dat het eerst was. Maar als het goed is, wordt dit er morgen of overmorgen allemaal uitgaan. Want morgen komen dus mensen voor de keuken kijken. Nou, kijk, die komen het inmeten. En dat gaat zeg maar als volgt. Nou, ik weet eigenlijk niet hoe dat gaat. Wat ik trouwens zie je even tussendoor. Ik heb hier een koffiezetapparaat gekocht voor die gasten. Van ik dacht van, weet je, aardig. Godverdomme. We hebben zo'n eigen koffiezetapparaat gekocht. Of in ieder geval meegenomen. Het is kosting. Dus ik ga hun koffiezetapparaat nu meenemen naar, gewoon naar mijn huis. Een soort van ruil. Nou, even overview. Hier sta ik dus in de hoek. En dan komt hier dus zo. Daar, tot hier komt een kastenwand met daarin de oven en dat soort dingen. De koelkast. En dan komt hier zo. Tjink tjink. De keuken. Is dat toch helemaal mooi? Voor mij zelfs tot hier. Dus dan komt hier de eettafel, die ik overigens al gekocht heb. U hebt dat niet gezien, aangezien ja, in zo'n winkelfilm ga ik gewoon niet doen. Nee, dat vind ik echt nog veel te veel dat mensen zeg maar in je vlog moeten zonder dat ze zelf willen. En dat is verschrikkelijk. En hierachter trouwens, ik weet niet of je dat kan zien, maar als ik inzoom, daar zie je bijvoorbeeld zo'n katrolletje. Dat is dus zo'n hoe zo'n katrolding eruit ziet. Nou ja,
Goed verhaal. Dit zit er nog steeds. Dat is wel problematisch. Dit moet eigenlijk weg. Zeker morgen als ze de keuken komen inmeten. Dus dat is wel even een dingetje. Maar daar komen we wel uit, joh. Dat is allemaal niet zo'n groot probleem. Nee, maar ik loop even naar beneden. Want dan kunnen jullie zien hoe het ook hier moet worden. Ja, maar ik... Oh, kijk nou. Hier kan het licht wat binnenkomen. Het is zo licht. Dat is zo lekker. En je hebt natuurlijk hier dat dakraam. Wat een dakraam wordt wat makkelijker open kan. Want dit dakraam kan ook open. Maar het moet met een stok. En natuurlijk als het dakraam hier komt met die trap. Zo de trap komt hier. En dan kan ik het makkelijk openmaken. Wat elektrisch wordt, weet ik nog niet. Moet ik nog even kijken. Kijk of jullie allemaal lekker abonneren. Want dan heb ik genoeg geld voor elektrisch dakraam. Dit zie ik morgen weer. Dit is nu nog even teringzooi. Maar goed, dat komt morgen. Kijk, dit is hoe het er bovenuit komt te zien. Dit is zeg maar dus die ramen, zeg maar die ramen naar boven. Er komt hier die keuken, zo. En dan komt hier zeg maar de tafel, zo. Hap, 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 hap. Hier stoelen. Ting, 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 ting. Nou ja, en dat is het eigenlijk, want hier wordt het dus helemaal leeg. En dat is wel vet, want ik ga een mooie bank inzetten die ik al gekocht heb. Ik zit in te denken, zou dit een deel van de nieuwe muur zijn? Of zou het oude muur zijn? Ze hebben al wat apparatuur naar boven gehaald. Dat doen ze ja, omdat die katrol staat er nu tof. Dus kunnen ze net zo goed dat nu naar boven halen. Anders moeten ze straks doen, dat staat ook helemaal nergens op. Hey, en dit man, dit is een zieke nieuwe doortrek. Oh my god. Nice, nice, nice. Hier de oude wc-pot neem ik aan. Ik kan me niet voorstellen dat dit een nieuwe wc-pot is. Want hier zie je alle leidingen gaan. Oh, best wel ziek. Als een soort muizenhol zit dat helemaal in elkaar geflangen. Grappig joh. Hier allemaal gereedschap. Het is echt wel lekker om het zo open en groot te zien. Het is echt best wel groot als je zo bekijkt. Ja, I like it. Er zit trouwens bruin boven, maar ik weet dus niet waarom. Ik vraag me dus af of de oude eigenaar voor hier de muur bruin had. Maar dat kan ik me haast niet voorstellen, want wie heeft er nou zo'n donkerbruine muur? Dat is echt donkerbruin. Echt bijna zwart. En zeker in een huis wat niet zo hoog is. Echt, je hoort gewoon het verschil. Als ik naar boven loop, dan verdwijnt de echo. In ieder geval, ik zie jullie morgen. Nou ja, jullie zien mij zo, maar ik zie jullie morgen. Want ik ga bijna hierin. Dat zou toch even verschrikkelijk zijn. Want ik ga even kijken hoe ze het morgen gaan doen hier. En dan zie ik jullie later. Abonneer! Mensen, mijn god. Het is een gloednieuwe dag en er is zoveel gebeurd. Het is te bizar. Moet je kijken als ik me omdraai. Oh mijn god, het is helemaal leeg. Zoals je kan zien, nou ja, dit was op zich wel leeg, maar hier lag allemaal troep. Ze hebben ook de radiatoren hier weggehaald. Die zijn dus nu, ja, helemaal weg zoals je kunt zien. En zijn hier bezig met een stukje verlaagd plafond te maken, want dat moet voor de keuken. En dat wordt zeg maar tot het midden gedaan hier, zo. Zo, hier zo. En hier is alle troep weg. Heerlijk. Hier staan nog steeds dat ding voor als de dingen naar buiten moeten. Dit is denk ik voor het nieuwe verlaagd plafond. En hier komt dan de tv, zoals ik al vertelde. Ja, heel fijn. Maar het is nu eindelijk heerlijk leeg. Moet je kijken hoe groot het eruit ziet. Echt te bizar. En kijk even wat een heerlijk weertje het is. Ik ben tantoe blij, maar je denkt, dit is het? Nee. Beneden is nog veel zieker. Ik ga het je nu laten zien. Nou, dit muurtje is dus weg nu. Dat is wel lekker. Nu heb je eindelijk hier gewoon die vrije ruimte. Dus fucking chill. Eerst stond natuurlijk die muur de hele tijd. Dat was natuurlijk wel gewoon een muur. Zo ben ik dan ook alweer. Je loopt naar beneden en je ziet hier gelijk al de wc. Ongelooflijk. Vet. Nice. Cool. Hier komt dus de wc. Dit wordt de deur van de wc. Ik weet nog niet zeker. Hier achter is het nu dus leeg. Ik denk dat hier een soort van iets gemaakt wordt. Zodat ze daar een soort wc-rollen neer kunnen zetten. Of iets in die richting. Hier komt dan de wc en dan zit je zo. De plassen. Hier komt de deur en dan zit je zo. Ja, lekker zo. En nu kijk, Hatsa. Ze zijn echt opgeschoten. Het is te bizar. Dus je kan zien, hier is de eerste muur geplaatst. Nou, zoals je weet, hier komt dus mijn werkgedeelte. Dus hier zo komt het bureau, wat ik nog allemaal ga fixen. En dan kan je zo mooi naar buiten kijken vanuit je bureau. Kan je zo lekker naar buiten kijken. Echt fantastisch. Hier komen drie kasten voor kleding en zo. Dan komt hier de deur, zo, tak, tak. En dan heb je hier een soort rare ruimte. Nou ja, dat is eigenlijk niet heel raar, want hier komt... Dit wordt in twee gespitst, zo, zjoenk. En dan komt hier, was je misschien... Droger. En hier een garderobe voor een paar jassen. Ja, al mijn jassen die ik heb passen hier waarschijnlijk niet. Maar dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Het is allemaal best wel te doen. Het is echt bizar hoe snel het gaat. Dit is lekker in een dag gedaan. Ik ben nu één dag later dan ik de vorige keer was. En dit is allemaal gefixt. Dus ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Maar goed. Dit wordt dus mijn slaapkamer. Dit wordt wel dichtgemaakt. Dus ik kan straks niet meer zeg maar zo zeggen. Hallo, dat kan niet meer straks. En loop je hier door. En dan sta je dus in de slaapkamer. En dan word je wakker. En dan heerlijk. Joh. Dat is toch fantastisch, joh. En dan zie je het hier vanaf de andere kant. Zo. Werkkamer daar. Slaapkamer hier. Hier komt mijn bed. Ik weet nog niet of ik een tv ga nemen. Moet ik nog even over nadenken. Denk het niet. En dit wordt dan de badkamer. Het wordt echt klein, zoals je kan zien. Maar op zich valt het wel mee. Hier komt een grote wastafel. En dit wordt zeg maar open. En dan komt hier een deur. En dan kan ik zo hier staan. Heerlijk staan douchen. En zo, oh, lekker douchen. Nou, het is echt meer dan ruim genoeg. Het is echt wel gewoon groot. Kijk, je ziet, ik sta hier zo. Dan kan je ondertussen, terwijl je in de douche staat, kan je zo naar buiten kijken. Nou, wat wil je nog meer? Ik weet niet in hoeverre ik het al verteld over mijn badkamer. Maar dat gaat dus allemaal een beetje iets anders worden dan dat ik eerst dacht. Deze hele wand wordt met betonstuk wordt dat gedaan. En betonstuk is een soort van... ik kan wel even een plaatje erin doen. Dan weet je ongeveer hoe het eruit ziet. Maar dat wordt echt super vet. En dan in plaats van dat ik... Want de badkamer loopt dus tot hier. Maar dat wordt gewoon open. En doe ik deze hele muur van mijn slaapkamer doe ik ook in dat betonstuk. Dan heb je zeg maar dit helemaal in dezelfde kleur, zeg maar. Dezelfde vibe. Dat is wel vet, denk ik. Als ik het nu al door dat het hier al aardig warm is. Ik heb dus geen airco. Want het... Het probleem is, ik vind airco zo verschrikkelijk lelijk. Dat is echt niet te beschrijven. Ik vind het echt heel lelijk. Maar misschien moet ik er maar aan geloven, aangezien nu wordt het zo warm dat het echt niet te doen is. Dus ja, nou,
Snap wat ik bedoel? Maar laat even achter, mensen. Wat vinden jullie er nu van? Zien jullie al een beetje voor je hoe het gaat worden? Kijk, zoals je kan zien. Hier zat eerst dus een soort muur. Zat hier een muur? Hier zat helemaal geen muur. Nou, ik weet niet wat hier zat, maar hier zat zeker geen muur. Er zaten die kasten zaten hier zo. En nu zijn die natuurlijk weg. Dus dat is natuurlijk helemaal weg. Nee, ik zie het helemaal voor me. En het is echt een stuk groter dan ik verwacht had. Dat is lekker. Ook de badkamer is al best wel groot. Dat doet mij wel echt goed. Ik dacht dat het wordt heel klein, maar dat is echt best wel te doen hoor. Je wordt trouwens het plafond nog een klein beetje verlagen. Daar komen dan spotjes in. Hier blijft het plafond deze hoogte, want het is niet heel hoog. Het is 2,40 hier. Nou, dat is echt laag, jongens. Echt laag. Nee, maar hier, je komt hier straks de deur binnen. Slaapkamer, werkkamer. Dit worden twee kasten met garderobe en de wasmachine droger. WC. En dit wordt ook dicht uiteraard. En aan de achter kan je lekker heerlijk douchen. Fantastisch. Nou, gaan we nog even naar boven. Dit is zo heerlijk groot. Ik vind dit zo lekker en zo liggend. Het is zo fantastisch. Ik ben hier zo blij mee. Het is echt niet te geloven. Oh, wat heerlijk. Echt fantastisch. Het galmt nog een beetje als je hoort. Want ja, er staat natuurlijk helemaal niks in natuurlijk. Dat is nu een beetje ding. Ik zie nu al best wel voor me hoe vet het eruit gaat zien. En ik kan echt niet wachten tot het af is. Ik kan echt niet wachten. Het wordt echt fantastisch. De elektricien is nu dus geweest. En die is bezig met alles, zeg maar, fixen. Waaronder, zeg maar, hier komt, zeg maar, een uitgang voor de tv. Dat is chill, want dan heb je, zeg maar, geen draad naar je tv toe. Nou, dat is natuurlijk perfect. En dan komt ook voor een soundbar. Dat is ook top. Dan heb ik daar alles gewoon netjes weggewerkt, zonder dat je overal draden ziet lopen. Hier komt ook zo'n ding in de muur. Want ik ga hier een vette box ophangen. Ik luister eigenlijk bijna nooit echt muziek en anders op mijn oortjes. Maar als een soort van achtergrondding is het wel lekker en het ziet er wel vet uit. Dus dat is cool. Ah, hier. Oh, hier zie je nu de nieuwe groepenkast. Trouwens. Nou, nieuw. Ik weet niet of het een nieuwe groepenkast is. Hier hangt nu de groepenkast. Die hing eerst daar. Hier zo op dat. Misschien herinner je je nog. Maar hier stonden eerst die houten planken. En die zijn nu dus weg. En dit is dus hier nu verplaatst. Nou, helemaal top. Perfect. En dit is ook iets. Dit zal wel iets te maken hebben met water. Of zo. Ik spuug op mijn lens, jongen. Gadverdamme. Trouwens, mensen. Sorry voor het vuiltje dat nog steeds op mijn lens zit. Maar ik krijg het gewoon niet weg. Het zit gewoon. Oh, het zit aan de binnenkant van mijn lens, bedenk ik me nu. Oké, misschien is het nu weg. Misschien niet. In ieder geval, mensen. Ik ben tanto hyped. Het begint eindelijk ergens op te lijken. Dat doet me wel goed. Ik moet er natuurlijk 1 september in. De keuken gaat waarschijnlijk later komen. De bank gaat waarschijnlijk later komen. Maar het boeit me misschien niet zoveel als op 1 september gewoon de benedenverdieping klaar is. Of zo goed als klaar. Want dan kan ik in ieder geval slapen. En dan hoef ik niet. Vind ik veel moeilijk dat je niet kan slapen. Zo. Dat zou helemaal vervelend zijn. Ik heb er vertrouwen in. En mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Als het goed is, krijg ik binnen nu en een week te horen of ik wel of geen dakterras boven mag. Bovenop het dak mag plaatsen. Nou, hopelijk mag het natuurlijk wel. Het zou super fijn zijn. Zo niet zou het jammer zijn. Dan heb je nog wel dak toetrainen. Dus je mag wel op het dak zitten. Maar ja, dat is gewoon irritant. Je wil gewoon een dakkast. Dat is gewoon lekker. En daar hoop ik gewoon heel erg op wat de gemeente gaat zeggen van dat is prima, dat mag. Dat zou gewoon heel fijn zijn. In ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Abonneer op mijn kanaal. Abonneer op Koen voor dikke vette verhuisvlog. Ik ga even genieten. Ik ga even lekker op het dakterras zitten, want het is heerlijk weer. Op het dak, nog geen dakterras. En dan zie ik jullie bij de volgende video. De groeton!